Ja. Dat is een tragische boodschap, hè? We worden nooit meer blij verrast, zegt Barry in ieder geval. Ja, hij zegt interessante dingen. Dus die overloading keuze, die zorgt ervoor. Ja goed, aan de ene kant zegt hij ook, hè, doordat er zoveel keuze is, kunnen we natuurlijk zijn we in staat om betere dingen te kiezen. Er zijn ook gewoon betere dingen. Maar maken we ook altijd die betere keuze? Ja. We voelen ons in ieder geval slechter bij. Het heeft een negatief effect op ons gevoel. Dat is wel een heel interessante. Ja. Goed. Keuzes. Opties. Daar gaan we straks ook, als we gaan kijken naar hoe kunnen we nou keuzes gaan beïnvloeden, gaan we ook iets van zien. Ja, de hoeveelheid opties. Alright. Hop. Ja. Goed. Een andere onderzoeker, Kahneman, een psycholoog, Daniel Kahneman, of is het Kahneman? Ik weet het niet zeker, ik hou daarvoor op Kahneman. Die heeft ook onderzoek gedaan naar hoe wij onze herinneringen, dingen die we in het verleden meegemaakt, hoe we ons die herinneren. En daar heeft hij eigenlijk uit geabstraheerd dat die volledig, of zo goed als volledig, bepaald worden door twee dingen. Wat de hoogte- en laagtepunten waren tijdens die ervaring. Dus de highs en de lows, de pieken en de dalen. Dit was de WK-finale van 2010. 11 juli 2010, ik weet het nog heel goed. De dag van mijn 30ste verjaardag. Nederland stond in de finale. Het zou een prachtige dag worden. Maar het eindigde anders. Klootste verjaardag die ik ooit gehad heb. Ja, maar wat herinner je je nou nog van zo'n wedstrijd? Dit in ieder geval, want dit was echt een van de laagtepunten. Die karate kick die uitgedeeld werd, de rode kaart die daarop volgde. Absoluut verschrikkelijk moment. Dat gevoel, ik kan me dat nog heel goed herinneren. Andere momentjes in die wedstrijd, bijvoorbeeld een goede aanval die niet leidde tot een doelpunt, die herinner je je gewoon niet meer. Dat is een van die onderdelen, hè, die Kahneman zegt. De pieken of de dalen, in dit geval een diep dal. En het andere ding is het eind. Hoe eindigde de ervaring? Hoe voelde je je toen? Dat is wat je ook herinnert, zegt Kahneman. Vandaar ook de peak end rule. Dus, als wij ons van ervaringen uit het verleden eigenlijk alleen de hoogte- en de dieptepunten herinneren, niet zozeer wat er tussenin zat, en het einde. Is dat zo? Ja, Kahneman zegt wel. Hij heeft dat ook aangetoond. Hè? Ik zal drie voorbeeldjes noemen waar dat ook uit blijkt. Een van die onderzoeken was dit. In een laboratorium werden mensen kregen een koptelefoon op en werden geconfronteerd met een geluid. Het ene geluid duurde 8 seconden en was een zeer luid, vervelend geluid. Ik zou nu een zeer luid, vervelend geluid kunnen gaan maken om je daar een beetje een gevoel bij te geven, maar dat ga ik niet doen. Of toch wel. Nee, ga ik niet. In ieder geval, het ene geluid, 8 seconden lang, erg luid, erg vervelend. En het tweede geluid, diezelfde 8 seconden lang, erg luid, erg vervelend. Maar er zaten nog 8 minuten achteraan geplakt met minder luid en minder vervelend geluid. Maar nog steeds niet echt topgeluid. Nou, wat vonden mensen het aangenamere geluid? Wat zouden ze liever nog een keer willen horen? Rationeel zou je zeggen. Ja, dat van 8 seconden, dat is 8 seconden minder lang ellende. Rationeel, hè? Maar vanuit hun herinnering herinnerden ze zich dat geluid van die 16 seconden als minder erg, omdat het einde minder erg was. Maar die 8 seconden aan het begin, dat gevoel, die ervaring, die nemen ze dan niet mee in die herinnering. Echt apart, hè? Rationeel zou je dat zeggen, maar qua herinnering, viel best mee. Ja, ik zou er van alles op kunnen bedenken, maar ik zal me een beetje inhouden. Goed, ander voorbeeldje. Je bent vast wel eens op vakantie geweest, ga ik vanuit. Ja, afgelopen jaar natuurlijk niet. Ja.
Maar als je terugkijkt naar je vakantieervaringen, dan zou dit toch best er eentje kunnen zijn. Hè? Dat je 1 week, 1 jaar kon je maar 1 week op vakantie gaan. En in die week gebeurden echt hele te gekke dingen. Je ging jetskiën. Ik weet niet wat je nog meer leuk zou kunnen vinden op vakantie, behalve jetskiën. Maar hij maakte hele vette dingen mee. En het andere jaar ging je 3 weken op vakantie, veel langer. Maar er zaten niet die echt heel vette dingen in. Het was een perfecte vakantie verder, maar had niet die highs. In jouw herinnering zou je die ene week, zou je als beter herinneren, fantastischer herinneren, dan die 3 weken vakantie, die ook heel goed waren. En ook hier weer, rationeel zou je zeggen, 3 weken vakantie is toch veel beter dan 1 week vakantie. Ja, maar je herinnering en die peak end, die zorgt ervoor dat je die 1 week vakantie veel hoger zet dan die 3 weken vakantie. Terwijl als je puur naar de data kijkt, ja, makes that no sense, zeg maar. Goed, dat is terugkijken naar het verleden. Hoe zit het dan met voorspellen? Want voorspellingen doen wij natuurlijk op basis van onze ervaringen uit het verleden. Nou, hier een experimentje. Daar ging het over, op een universiteit had een professor een experimentje uitgezet met zijn leerlingen. De ene groep die moest, ze hadden altijd een pauze tussen de hoklezers in. En dan gingen ze snacks halen, een beetje wandelen enzovoort. Nou, had die professor gezegd, de ene groep die moet voor die pauzes van de komende week nu gaan voorspellen welke snacks dat ze willen hebben. Dus je gaat nu al vastleggen welke snacks jij de komende week wil gaan hebben. En de andere groep, die hoefde dat niet vooraf vast te leggen. Die mochten dat gewoon op dat moment bestellen. Nou, wat zag je nou gebeuren? Die groep die vooraf moest aangeven, die ging denken. En die kwam met een heel divers aanbod aan snacks, wat ze dan wel niet zouden willen. Nou, maandag wil ik dat hebben, dinsdag dat. Hele grote variëteit. Maar de controlegroep, die dat gewoon, net zoals normale mensen, op het moment beslissen. Daarvan zag je dat ze eigenlijk gewoon iedere keer hetzelfde pakten. Wij zijn ook weer gewoontedieren, hè? Wat ik eerder al zei. Als ik boodschappen doe, dan pak ik altijd hetzelfde. En dat gebeurde daar ook. En die studenten die dus vooraf moesten kiezen en dat die variëteit aangaven, ik verwacht dat ik dan wel dat wil hebben en dan wel dat wil hebben. Ja, die zaten dus eigenlijk gewoon mis qua hun eigen gevoel. Die waren ook niet blij met de keuzes die ze gemaakt hadden. Want ze zaten dus op maandag met een, weet ik wat, een koekje waar ze eigenlijk helemaal geen zin in hadden. Dus dat hadden ze niet goed voorspeld. Dat is eigenlijk wat dit ook zegt. Goed. Nou, samenvattend hierin, dan kunnen we zeggen dus dat onze voorspellingen en onze herinneringen eigenlijk niet goed onze herinneringen niet goed helpen in het maken van die keuzes. Want we kunnen blijkbaar niet goed voorspellen hoe we ons na een ervaring zullen gaan voelen. En onze herinneringen geven ook maar een heel, heel beperkt beeld over hoe het daadwerkelijk was. En toch is het zo dat die herinneringen en de verwachtingen van de toekomst onze keuzes beïnvloeden. En dat is eigenlijk fascinerend. Hè? Dus eigenlijk zijn we beide niet goed. Hè? We kunnen niet goed achterom kijken en we kunnen niet goed vooruit kijken. Maar toch zijn dat de mechanismen waar we onze keuzes op baseren. Recipe for disaster zou je zeggen. Ja. Goed. Dat sluit het eerste deel af. Mensen weten niet wat ze willen. Mensen kunnen niet goed beslissen. Biologisch gezien spelen er ook een aantal dingen mee die daarop van invloed zijn. En zoals het voorbeeld met die suiker. We vinden suiker heel lekker, maar dat is nu slecht voor ons. Dus wat moeten we doen? Nou. We hebben ook gezien dat rationeel gezien de beste keuzes niet altijd de keuzes zijn die we maken. Goed. Tweede deel zometeen. Gaan we het hierover hebben. Nudging en verleiding om mensen te helpen in het maken van keuzes. Want we hebben het over het beïnvloeden van keuzes. Beïnvloeden van keuzes. En dat doen wij, zoals we ook afgesproken hebben, hè, dat eerste thema, niet voor kwade zaken.
maar voor, ja, druk lang. Voor goede dingen. Hè? Dus we gebruiken het om mensen te helpen. Laten we dat voorop blijven stellen. Goed. We gaan zo meteen, volgende video, gaan we beginnen met nudging. Nudging. Daarachter. En verleiding. Hierboven. Goed. Ik zie je zo.